Hoe herken je nou je tweelingziel? Dit is een vraag die ik zo vaak krijg dat ik hem voor je opneem. Ik wilde net een duik nemen, maar toen kreeg ik weer een berichtje, hetzelfde berichtje met van, ja, maar hoe weet ik nou of ik met mijn tweelingziel te maken heb? Nou, ik heb 12 punten net voor je opgeschreven en hiermee hoop ik jou een stuk meer duidelijkheid te geven. Punt 1. Je denkt steeds aan je tweelingziel. Misschien heb je geen contact meer met je tweelingziel, maar je kunt die persoon dus niet loslaten. Je hebt alles bijvoorbeeld geprobeerd om die persoon los te laten, maar je blijft maar aan deze persoon denken. Dan kan je dus te maken hebben met je tweelingziel. Je kunt zelfs denken, ik ben gewoon compleet gek geworden. Maar ik verzeker je, je bent niet gek. Het kan dus heel goed zijn dat jij met je tweelingziel te maken hebt. Punt 2. Je spiegelt elkaar. Als een soort yin en yang. Dus je bent complementair in het midden. Je vult elkaar van nature aan. Alles gaat vanzelf, alles gaat in flow. Maar je spiegelt elkaar. Ja, dus je bent niet precies hetzelfde. Maar ja, het matcht wel heel goed. En ook als je bijvoorbeeld denkt van, hey, die persoon doet dit of dit of dat. Dan doe jij dat eigenlijk zelf. Hè? Dus heel veel mensen spiegelen jou natuurlijk. Alleen je tweelingziel spiegelt je nog eens een keer extra. Punt 3. Je matcht heel goed, ook qua uiterlijk. Dus als je tweelingzielen samen ziet, ik heb een twinsel school waarin ik tweelingzielen begeleid. Het zijn vooral vrouwen, ik heb dus één koppel. Maar dan kun je dus, we hebben daar allemaal onze foto's gedeeld met onze tweelingziel. En dan kun je bijna memory gaan spelen van wie past nou bij wie. En dat is overduidelijk, je kan die tweelingzielen echt niet husselen. Dus ja, het is een soort zelfde, het is niet zo dat je per se dezelfde huidskleur hoeft te hebben, helemaal niet. Maar je hebt wel dezelfde frequentie, dezelfde energie. Je ziet gewoon dat tweelingzielen soort van op elkaar lijken. Andere mensen zien dat ook, kinderen zien dat heel goed. Maar andere mensen voelen dat ook, dat ze een foto van jou zien en je twin op Facebook of op social media. En dat ze zeggen van, hè? Weet je, de liefde die spat er vanaf en dat mensen bijna moeten huilen van, ja, dat is wat ik ook wil. Dat is wat ik ook wil. Punt 4. Je maakt dezelfde keuzes in life. En dat kan zijn op het gebied van studie of reizen of kinderen. Hè? Dat je bijvoorbeeld dat je alle twee kinderen hebt. Of dat je alle twee stiefbroers hebt en de andere twee stiefzussen. Of dat je ouders allebei gescheiden zijn. Of dat je allebei familie hebt in Chili. Of dat je jij te maken hebt met... dat jij een relatie hebt gehad met een man die homo is en hij met een relatie met een vrouw die lesbisch is. Of weet je, dat zijn van die dingen die komen zelden voor. Of uiterlijke kenmerken, dat in jouw familie heel vaak dit of dat voorkomt. Of ziektes die heel vaak voorkomen, dat die in beide families vaak voorkomen. Dat zijn dingen die opvallen. Dus je maakt dus heel vaak dezelfde keuzes. Het is niet zo dat als jouw tweelingziel kinderen heeft en jij niet, dat het 100% je tweelingziel niet is. Want als jij vanuit je hart wel kinderen had gewild, dan heb je dus vanuit je hart wel dezelfde keuzes gemaakt. Alleen is het gewoon niet helemaal gelukt. Maar het kan niet zo zijn dat jouw tweelingziel per se naar het buitenland wil en jij per se niet. En dat het gewoon niet overeen te komen is. Vaak is het zo, als jij bijvoorbeeld uitzicht wil en jouw tweelingziel houdt heel erg van water, dan kan je dus voor een huis kiezen met uitzicht aan water. Snap je? Dus dat valt heel makkelijk samen te brengen. Punt 5. Je doorloopt een aantal fases. En ik zie 8 fases. En de eerste fase is de bubble love, de honeymoon. Je bent echt helemaal in love en het lijkt wel een soort honeymoon. En wauw, weet je, je zit gewoon op 200% verliefdheid. En dat is de eerste fase. En dan fase 2 is, boom. Abrupt komt er een einde aan alles en je begrijpt niet eens waarom. Weet je, het is niet een gebrek uit liefde, maar ineens blijkt er iets waardoor het toch niet zo kan zijn. Dat kan zijn geloof, geld, milieu, leeftijd, een relatie die ertussen zit. Dus het kan van alles zijn waardoor je dus ineens... waardoor er ineens een aap uit de mouw komt die je niet had zien aankomen. En ineens is het over. Dan komt de volgende fase. De mannelijke tweelingziel negeert dan vaak de vrouwelijke tweelingziel. Dat is een lastige fase. De fase waarin je denkt, hey, er klopt iets niet. Dus dat is de volgende fase dat je denkt, er klopt iets niet. En je ontdekt
het concept tweelingzielen. Dus vaak is het zo dat je met je, door jou, de persoon waardoor je het ontdekt, waardoor je terechtkomt op het concept tweelingzielen, dat is ook vaak je tweelingziel. Het is niet andersom dat je denkt, hé, ik heb nu een relatie met iemand, weet je wat, dat is gewoon mijn tweelingziel. Zo werkt het niet. Of dat het, als het niet lukt om met jouw tweelingziel samen te komen, dat je dan maar gewoon iemand anders je tweelingziel noemt. Of weet je, zo werkt het gewoon niet. Hè, dus ook niemand kan jou vertellen hoe dat precies zit. Dat voel je echt vanuit je hart. Dan komt fase 5. Dan gaat de vrouw gaat helen. Ze gaat innerlijk kind issues helen. Hè, omdat ze zoveel zielsverdriet heeft gehad. En ze wil heel graag met haar tweelingziel samenkomen. En ze begrijpt ook. Je begrijpt als dan van ja, ik moet iets gaan doen. Dus je gaat jezelf helen. Als je als vrouwelijke tweelingziel gaat helen en gaat veranderen, dan verandert je mannelijke tweelingziel met jou mee. Dus als die persoon waarvan jij denkt dat het jouw tweelingziel is, niet verandert, echt helemaal niet, dan is het meestal niet jouw tweelingziel. Dan komt fase 6. En dan komt er weer wat meer contact. Al is het mondjesmaat, er komt wat meer contact. Dan wordt het nog niet echt wat. Dus dan denkt de vrouw, ja weet je, hier heb ik geen zin in. Dus die gaat zich nog meer persoonlijk ontwikkelen. En die denkt, weet je, ik kan ook prima zonder mijn tweelingziel leven. Ik ben zo gelukkig. Het is helemaal oké. Okay. Dus je ontdekt dat je gewoon oké bent van jezelf. En dan komt fase 8. Dan komt de union. Dus, en die union, dat is natuurlijk een heel mooi gegeven als je dan uiteindelijk kunt samenkomen. En dat is vaak wel een hele intense periode. Die vanzelf overgaat in een wat meer harmonieuze union. Maar het kan soms heel intens aanvoelen. Dus ik coach tweelingzielen naar hun union toe. Maar ook koppels in het begin van hun union. Er zijn maar heel weinig koppels samen. Er gaan wel meer tweelingzielen samenkomen. Vanaf nu 2020 gaan er steeds meer tweelingzielen samenkomen. En ook hoe later jij je tweelingziels tegenkomt, hoe makkelijker het is om samen te komen. Omdat er op de een of andere manier in de energie al een heleboel voor jou geheeld is. En mensen die in het verleden, bijvoorbeeld hun tweelingziel al 30 jaar geleden hebben ontmoet, voor hun is het vaak iets lastiger om samen te komen. Dat is mijn ervaring van wat ik zie, omdat ik best wel een hele hoop tweelingzielen ken, wat er gebeurt. Het kan soms frustrerend zijn, zeker voor de wat oudere twinsoul teachers die heel veel tweelingzielen helpen, maar zelf maar niet samenkomen. Ik zie vaak dat daar nog gewoon een hele hoop ego is uit te werken en een hele hoop gebrek aan zelfliefde en zelfvertrouwen, waardoor je dus niet samen kunt komen. Dan punt 6. Onvoorwaardelijke liefde. Je voelt onvoorwaardelijke liefde voor je tweelingziel. Dat kan soms net zo sterk zijn als bijvoorbeeld de liefde voor een kind. Of die sommige mensen voor een huisdier voelen. Maar gewoon zoveel liefde dat wat iemand ook doet, dat je nog steeds van iemand houdt. Hè. Dus dat heet onvoorwaardelijke liefde. Dat je van iemand houdt zonder voorwaarden. Dat iemand niet hoeft te veranderen. Dat je niks van iemand verlangt. Hè? Je verlangt gewoon niks van je tweelingziel. En je gunt je tweelingziel ook het geluk zonder jou. Hè? Je hoeft niet met je tweelingziel samen te komen. Als je dat gevoel hebt dat je je tweelingziel de wereld gunt. Dat is wel een heel groot verschil, denk ik. Met tweelingzielliefde, die onvoorwaardelijke liefde. Dat elkaar de liefde gunnen. De wereld gunnen. Ook zonder jou. Ook zonder elkaar. Punt 7. Vrienden en familie. Je vrienden en je familie vinden over het algemeen jouw tweelingziel superleuk. Ik heb maar één uitzondering dat de vader van de tweelingziel man haar niet goed genoeg vindt. En de moeder van de tweelingziel vrouw vindt haar tweelingziel man niet goed genoeg. Dus, maar dat is dan ook weer gespiegeld, hè? Bij haar de moeder en bij hem de vader. Dus dat is ook wel weer grappig. Maar dat kun je dus ook allemaal helen, dus ik heb ze daarmee geholpen en volgens mij gaat het helemaal goed komen. Geboortedata, dus dat jij bijvoorbeeld de eerste dag van de winter en jouw tweelingziel de laatste dag van de winter. Of dat als je het optelt dat er alle twee 8 of 11 uitkomt. Of bij een van mijn klanten zitten 4 jaar en 4 dagen en 4 uur en 44 minuten tussen hun geboortedata. Nou, dat soort dingen, het zijn van die grappen van het universum. Je kunt ook heel veel tekens zien. He, zoals 11-11. Alleen je kunt ook tekens zien als je nog in een karmische relatie zit. Maar dan zit je bijvoorbeeld al wel op de tweelingzielen journey. Dus je kunt niet zeggen, oh, nou heb ik 11-11 gezien en dit is dus mijn tweelingziel. Nee, want dan
Kijk, ook al zegt een medium tegen jou of een astroloog, ja, dit is jouw tweelingziel. Dan nog haal je dus die wijsheid en die kennis niet vanuit jezelf. Dus dan zoek je het nog buiten jezelf. En je kunt pas samen met je tweelingziel komen als je de wijsheid binnen jezelf zoekt en vindt. Het gaat altijd van binnen naar buiten. Dus als jij zeker bent over jezelf en over jouw tweelingzielman, dan is jouw tweelingzielman ook zeker. En andersom werkt het nooit. Zolang je nog onzeker bent en twijfelt en nog niet van jezelf houdt, dan gaat het never nooit werken. Vaak is het zo dat je voordat je met je tweelingziel kan samenkomen, dat je in een karmische relatie zit. Tenminste, dat zie ik bij heel veel mensen, dat hoor ik bij heel veel mensen, dat ze te maken hebben met narcisten. Borderliners, met verslavende relaties, dat je toch ergens in blijft terwijl je weet dat het niet goed voor je is. Iedereen in je omgeving zegt dat het niet goed voor je is, maar je blijft er toch bij omdat het gewoon ook bekend en vertrouwd voelt en omdat je ook gewoon niet anders weet en misschien ook wel bang bent voor succes. Bang voor wel helemaal geliefd te worden en heel veel liefde ontvangen. En wat dan als je dat dan weer verliest? Weet je, dan heb je ook echt wat te verliezen. Sommige mensen noemen dat ook wel een false twin. Nou, ik vind dat echt een heel naar woord. Ik zie dat meer als awakenings twin. Dat iemand jou ontwaakt naar liefde. En vervolgens je tweelingziel, dat is je ascending twin. Dat is je de twin waarmee je weer verder kan. Waarmee je verder kan ontwikkelen. Die jou stimuleert. Je tweelingziel zal jou altijd stimuleren om te groeien. Van, ja, ga die opleiding doen. En niet iemand die jou tegenhoudt. Die jou het licht wil dimmen. Nee, juist iemand die jou omhoog brengt en die zegt, schrijf dat boek. Of, je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat je elkaar echt support. Zo'n karmische relatie is gewoon iets heel moois. Want dat voelt ook vaak alsof het zo bedoeld is. En dat is ook zo bedoeld. Om namelijk te groeien naar... En iedereen heeft ook zijn eigen twin. Dus het is niet zo dat het... Er wordt nooit iemand gedupeerd. Het is altijd een win voor iedereen. Want iedereen heeft het recht op de liefde die ze van binnen willen. Hè? Dat is niet weggelegd voor enkelen. Die liefde is er voor iedereen. Je moet er alleen wel voor kiezen. Dat is eigenlijk met alles in het leven. Waar je voor kiest, dat kun je ontvangen. Als je er maar 100% voor kiest en trouw blijft aan je wens. Fase 11. Nou, twins worden eigenlijk ook nooit boos op elkaar. Het is niet zo dat je per se bij je twin nu hoeft te zijn om tweelingzielen te zijn. Vaker zijn ze niet bij elkaar, maar dat is niet omdat dus de liefde er ontbreekt. Maar omdat er nog heel veel angsten zitten, blokkades zijn, aannames, waarom het allemaal niet zo kan zijn. Dus ja, hoe dan wel? Dat is fase 12, dat is de laatste, of de punt 12, hoe je het kan herkennen, is dat je dus eerst contact maakt met het hogere en wat het dan voor jou is. Dat mag je zelf bedenken, of het dan God is, of het universum, of nog iets anders. Maar je maakt eerst contact met het hogere, en dat je een oervertrouwen hebt, dat je goede overtuigingen hebt over jezelf. Over relaties, dat relaties mooi zijn. Want als jij denkt, ja, alle mannen zijn stom of eikels of alle vrouwen zijn heksen. Ja, dan werkt het natuurlijk niet. Dan kun je met niemand echt samen gelukkig zijn. Dus je moet een positieve overtuiging hebben over relaties. Een positieve overtuiging over jezelf. Dat is het eerste. Dan twee, echt van jezelf houden en één zijn met jezelf. Dat je vrede maakt met het punt waar je nu bent. En dan punt drie, dan zie je dat je twin gewoon automatisch, dat je magneet wordt voor je twin. En dat hij naar je toe komt. Nou, dat gun ik je allemaal. Dat jouw twin gewoon lekker naar jou toe komt rennen. Wil je dat, dan raad ik je mijn webinar Blijschrijven aan. Ik zal dat linkje hier beneden doen. Het heeft mij heel erg geholpen. En het heeft mijn klant heel erg geholpen. Wij zweren bij Blijschrijven. Ik heb hier een heel klapblok vol geschreven. En je schrijft, het is gewoon heel makkelijk. Je schrijft op wat je wilt, alsof je het al hebt. En dat heet manifesteren. Het zijn wel een aantal regeltjes van hoe doe ik dat dan goed. Nou, dat leer je in het webinar Blijschrijven. Webinar Blijschrijven is maar één techniek van manifesteren. Wil je de hele rambam weten, dan heb ik daarvoor de online masterclass manifesteren. En zeg je nou, weet je, ik heb mijn tweelingziel ontmoet. Maar we zijn nog niet samen en ik wil graag in union komen. Dan raad ik je mijn Twinsoul School aan. Ik ben daarin ook Twinsoul Coach.
Je kunt mij van tevoren niet boeken, want ik vind het niet leuk om mijn hele agenda vol geboekt te hebben. Maar als jij op een dag voelt, weet je, ik zit helemaal vast. Dan kun je me altijd even een berichtje sturen. En dan probeer ik diezelfde dag nog even tijd te maken om jou te coachen. Dat is hoe ik werk. Gewoon op aanvraag, als het echt even heftig is, dan kan ik je namelijk het beste helpen om er echt even doorheen te komen. Dat je een shift maakt en heel vaak belt de tweelingziel diezelfde dag of diezelfde week nog op of stuurt een berichtje naar mijn klanten. Dus dat is heel mooi om te zien. Daar ben ik heel erg blij mee en daarom daar word ik gewoon blij van. Ik hoop je met deze video geholpen te hebben. Laat het me weten als je nog aanvullende punten hebt waarop jij jouw tweelingziel hebt herkend of vragen dat je denkt, ja maar ik heb dit, is dat dan wel of niet mijn tweelingziel? Ik maak het zelf niet heel erg te moeilijk, je kunt ook teruggaan naar vorige levens, maar weet je, als jij bezig bent met vorige levens, dan komt er nog meer dingen met dat soort vorige leven toestanden op je pad. Je kunt ook gewoon nu leven en nu genieten en als je daarop focust, dan kun je gewoon nu genieten met je twin en dat is waar ik voor kies en wat ik gewoon veel leuker vind. Dus als je dat ook wil, let me know.